behoorlijk geschrokken, want 3 explosieven achter elkaar. Dus ik stond recht op je bed. Een pinautomaat aan de Osdorper Ban is vannacht opgeblazen. De plofkraak vond rond 4:30 plaats. De geldmaat zit naast een supermarkt. De schade is groot. Boven de pinautomaat bevindt zich een appartementencomplex. U woont boven de pinautomaat die vannacht is opgeblazen. Ja, hoe heeft u deze klap ervaren? Eerste keer hoorde ik een knal, harde knal. Dus ik dacht het was een vuurwerkbom. En kort daarna ging de tweede knal en toen wist ik dat het... het glas sprong eruit, dus ik wist meteen dat ze met de pinautomaat aan de slag gingen. Dus ik rende meteen naar binnen, heb 112 gebeld en toen volgde nog een derde knal. En ik ben wel geschrokken, ja. Door de kracht van de explosies zijn ook ruiten van woningen tegenover de geldmaat gesneuveld. It was big. G-g-g-g-g. Then I ran to the sitting room. That is what. So I was panic. I don't know what to do. Het was vreselijk, man. 3 keer achter elkaar. Maar eerste was het ergste. Want ik woon hier in de buurt. En ik heb hier winkels. Dus het is vreselijk. Nou, zo'n ravage. Ruiten kapot, schade overal. Pinautomaat lag buiten. Heb je nog leuk ondernemen hier? Nee, man, helemaal niet. Kijk, ik heb daar een gordijnenzaak. En we hebben het vaak over beveiliging van deze wijk. Met wijkagenten en mensen van de gemeente en zo. Maar ja, Osdorp gaat steeds achteruit, helaas. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden.